Hi Kreef, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 26. En dat is van maandag 24 juni tot en met zondag 30 juni. Met dan een kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het, Kreeft, alsof je deze week voor jezelf wat dingen aan het onderzoeken bent. En alsof je een soort wil wedijveren met de mensen om je heen. Dus je zult zeker ook wel kijken of dat je ergens een competitie aan kan gaan. En dat zijn de dingen die het voor jou ook echt wel heel leuk maken. Je gaat een discussie aan, je blijft met mensen in gesprek. Je zoekt echt wel weet, ook wat de gezelligheid op en je vindt het fijn om thuis te zijn. Daarnaast ligt er eigenlijk ook een stukje onderneming. Dus het zijn twee stukken die je doet. Je vindt het fijn om die communicatie te hebben met mensen, om die verbinding te maken met mensen. En je vindt het fijn om een stuk lekker bezig te zijn. En dat, ik heb het idee dat het ook een beetje werkgerelateerd is. In ieder geval ga je heel erg in de actie. En dat doe je ook met heel veel plezier. Maar het is wel een stukje dat naast elkaar moet bestaan. Hè? Dus je houdt van het uitrusten met vrienden en je geliefdes. En je houdt van de actie om lekker in beweging te blijven. En die combinatie lijkt je deze week heel erg goed onder controle te hebben. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik ben natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.